welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffie in Koffiehoed, het gezelligste programma van TV Maastricht. En we zien vandaag in Nazareth en we zien bij je Café De Hoop. Rob, Café De Hoop, is die er nog voor een kastelein tegenwoordig? Ja, die is er zeker nog. Hoop. Tenminste, ja? Maar de moest natuurlijk wel gaan doen voor de lui, ja. Ja. De moest de lui gaat de beien hebben. De moest sowieso ook graag beers hebben. Ja. Gooi amusement bij en dan is dat dan ook. Ja, gooi amusement. Ik heb gehoord dat hij toch regelmatig artiesten komt. Ja, hij komt regelmatig artiesten. We doen zelfs artiestenparades, in ieder geval cd-presentaties. En ja, ook de artiesten komen omdat het zo gezellig is. Hè. Ja. Komen ze nog een optreden, dan gaan ze een kutje bier drinken in het weekend. Ja. En ja, dat trekt natuurlijk ook volk. En de lui. Ja, die vinden dat leuk om tussen die artiesten ja, zich een putje weer nog te kunnen drinken. Ja, één artiest komt heel veel, hè, want dat is een paar, ja, 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 ja. Frans. Ja, mede daarvoor ook. Ja, toch voor een t-shirt waar ik eigenlijk het café had hebben omgedubbeld in een artiestencafé. Ze doen ook, en daar heb ik natuurlijk ook hier wel een paar voor te danken, met die cd-presentaties wat wij organiseren en dergelijke. En ja, een pap die is regelmatig, hè, ja. CD-presentaties, dat betekent dat de artiesten niet betaald worden, dus, hè? Ja, dat klopt. Ja, en dan kent ze tenminste, gaat het verdienen. Ja, 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 ja. Dus die artiesten komen dan voor niks en dan kun je ook genoeg volk? Ja, de kump, kijk eens er een beetje met kunnen adverteren en jawel, dat is wel leuk. Met de lui, hoe naast dat komen ook hij? Ja, 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 ja. Ik heb eigenlijk verder eigenlijk tussen ja, drie weken in. Als Lummel Nazareth en ja, Witte Vroof hadden in principe wat hij tegen ons grens. En ja, daar komen we regelmatig leuk van. Hè, laatste vraag, zingt ze zelf ook? Ja, onder de douche naar het wie ons naast. Maar niet in de café? Nee, af en toe eens. Af en toe? Ja. Hey, zo zeg je, op heel veel muziek hè, in de café. Zondag. Tom, het is niet de eerste keer dat je gij bent volgens mij, hè? Nee, inderdaad. He? Valt het op? Nee, weet ik niet, maar... Nee, inderdaad. Het is niet de eerste keer. Wie denkt schumse gij? Ik denk toch wel gemiddeld een drie keer in de week. Drie keer in de week. Ja. Ik heb juist van Rob gehoord dat het eigenlijk een beetje muziekcafé is. Ja. Dixie is ook een beetje in die muziek, hè? Ja, een beetje vuil de laatste tijd. Ja, die ja, is ja. Geluid, hè? Ja. Ja, klopt. Voor Maastrichtse artiesten? Maastrichtse artiesten, ja, eigenlijk ja. Uitsluitend, maar dat is druk genoeg, gelukkig. En ook hij in De Hoop? Ja, als er cd-presentaties zien of artiestenparades, dan vroeg me de camera op mijn altijd om dat te verzorgen. En dat lukt goed. En ja, dan even met artiesten met. Ja, en wat is de favoriete muziek van de stamgast, hij? Nou, het is inderdaad toch wel het Maastrichtse, daar bij de Pinchitos Caliente, toch ook de get oldies. Ja, eigenlijk wie het vroeger was, en dat vindt hij nog, gelukkig. Ja, en nu maar wachten tot de kastelein zelf ook gaat zingen, hè? Ja, ik heb wel gehoord dat er plannen zijn, dus laat u verrassen. Allee dan. Hey, op veel muziekplezier, hè? Komt zich wel eens in een buurtcafé? Nee, eigenlijk niet. En waarom niet? Ja, ik werk veel en als ik niet werk, dan ben ik ook hier toe of bij vrienden, familie, maar niet in een buurtcafé. Af en toe. Hoe vaak? Nou, één keer de week, minimaal. En wat ga je daar doen? Gewoon een beetje wat drinken, bier drinken. Waarvoor kom je anders in een café? Voor de gezelligheid? Ja, gezelligheid, bier drinken, een beetje sfeer opzoeken. Voor de muziek? Dat ook, ja. Nee, nooit. Waarom niet? Geen idee. Al lang niet meer, al jaren niet meer. Vroeger wel? Vroeger wel, ja. Vroeger wel. Maar tegenwoordig niet meer. Het is niet meer zo gezellig. Er mag ook tegenwoordig ook niet meer gerookt worden. Dus ja. Dat is, ja, daarvoor ga ik eigenlijk nooit meer naar een café toe. Nee, eigenlijk niet, nee. En waarom niet? Nou, ik vind het thuis wel gezellig eigenlijk. Dus dan is het buurtcafé niet echt nodig, denk ik zo. Ik kom in de buurt en geen café. Waarom niet? In de eerste plaats heb je het niet, je hebt het druk en we zien niet meer zo'n cafélui. Niet meer? Niet meer. Vroeger wel, ja. Maar niet hij draagt in de buurt, maar hier de stad in. Biljartvereniging De Hoop, opgericht 1951. Ja. Zo lang al hier in het café? Ja, heel lang. En dat is dus de datum dus dat het officieel vereniging werd. Daarvoor was het nog een aantal jaren, wat ik niet weet, maar nog een aantal jaren biljartvereniging. Maar ja, zolang ben jij nog niet hier, hè? Ik ben pas van 86 hier. Maar nu staat De Hoop eigenlijk meer bekend als een muziekcafé. Nu op het moment wel, ja.
Maar we proberen dus van alles, omdat je dus, je bent toch een verenigingslokaal. Je bent een buurtlokaal en ja, de mensen moeten zich toch op de gemak voelen en daar gaat alles om. Maar wringt dat niet af en toe, de muziek en de biljarten? Nee, totaal niet. Nee. Het is alleen, je moet dus inspelen op de lui die er zijn. Ja, en op welke muziek biljarten het beste? Oude muziek. Oude muziek? Ja, dus de muziek van de jaren 60, 70. Ja? Elvis Presley en zo? Elvis Presley, de Beatles en dat soort. Ja, daar wordt hij heel erg gevraagd. Hey Job, welkom weer in Café en Café Hoed. Dankjewel Erwin. Het thema van vandaag is toch muziek, denk ik. Mm-hmm. Hoe belangrijk is muziek in een café? Ik denk dat muziek een van de belangrijkste elementen is om die sfeer te krijgen die je wilt. Ja? Ja, zeker. En hoe kun je dat beïnvloeden dan? Je kan de sfeer denk ik heel erg beïnvloeden door muziek. Ik denk echt in de bruine kroeg dat er toch wel volksmuziek bij hoort, het levenslied. Ja. Kijk, en als je dan over andere soort cafés gaat hebben, clubs, discotheken, er wordt toch wat, wordt een heel ander genre muziek bij. En daarmee creëer je een bepaalde sfeer. Ja. We komen ze in deze serie wellicht niet tegen, maar je hebt ook van die loungecafés. Hè? Dat is een hele andere soort muziek natuurlijk dan hier. Dan heb je meer te maken met jazz, meer lounge muziek, clubmuziek, toch wat rustiger. Om toch dat relaxte, die relaxte sfeer te krijgen die je wilt. Nou, de cafés die wij bezoeken zijn toch echt meer volkscafés. Maastrichtse muziek denk ik dan toch? Ja. Dat denk ik ook. Ik denk dat de cafés in Maastricht toch echt worden bezocht door de Maastrichtenaren zelf. Ja. En er hoort ook een Maastrichtse levenslied natuurlijk bij. Ja. En iemand die daar bij naar voren komt is natuurlijk Beppie Kraft. Beppie? Ja. Beppie. Van Steunis? Ja, ook zeker. Ja. Wellicht Fabrizio. Fabrizio, ja. Ja. En tegen het einde dan net iets andere muziek, iets afbouwen, dat de mensen naar huis gaan? Of? Ja, ik denk dat tegen het einde van de avond, wanneer de zaak gaat sluiten, dat je zeker weer eventjes de rust moet pakken, dat de mensen aanvoelen komen dat de zaak gaat sluiten. Ja. Dat er wordt verwacht dat ze hun laatste drankje bestellen en lekker gaan slapen. Ja. En je zit natuurlijk ook met de decibellen natuurlijk, hè? Dat speelt ja, ook klopt, een rol. Zeker. Heel belangrijk. Er wordt heel veel op gecontroleerd, vooral vanuit de gemeente. Het is echt een actueel onderwerp. Daar moet de eigenaar of de kastelein in dit geval absoluut rekening mee houden. Want ze zijn tegenwoordig heel streng. Ja, zeker als je artiesten binnen hebt, die gaan ook meestal eens extra tegenaan klopt. Natuurlijk. Klopt. Als je volle bak hebt. Zeker. Maar het hoort er wel bij. Het hoort er zeker bij. Ja, net zoals een hapje. Job, ze gaan ons verwennen. Hè? We hebben van alles wat. En de hakkieballie en de vlamtosti. Juist. Maar we geven maar één beoordeling. Hè? Ja. Waar beginnen we mee? Ik begin met de vlamtosti. De vlamtosti eerst? Ja. Zullen we de curry wel of niet doen? Eerst zonder. Huh? Mm. Ik ben wel iets gewend. Wow. Kan. Nou. Ja, doen we meteen de hakkieballie erbij. Ja. Die is koud. Doe meteen mosterd. Hoppakee. Ja. We gaan aan beoordelingen geven, Job. 7 plus. Weet je wat? Dat doen we een week en 8 min. Prima. Dat is dus een gemiddelde van 7,5 en dus een derde plek voor de hoop in deze ludieke lekkerbek-competitie. Nou, hij schenkt dus flink onder gang bij Café de Hoop. Nou, dit wordt het weer. Café en Café Hoed. We zien ons volgende week weer, hè. Tot dan.